Neem een doos. We hebben een frame gemaakt. Een kartonnen vel gebroken in details. Zet honingraten. We hebben een mooi mozaïek gemaakt. Er zitten stickers van schattige dieren langs de zijkant. Dit zijn wijzers. Een logo met een pootje siert de standaard. Hier is de telefoon voor de receptie. Er is een bord met stickers in de buurt. Olaf begroet elke bezoeker van de kliniek. Welkom. De dienst van de sneeuwman is te stil. Er is niemand bij de receptie. Hoe kom ik de tijd door? Ik zal de vitamine maken. Oh, ik wil slapen. Hey, slaapkop. Sta op. Je bent aan het werk. Sta op. Huh, wat? Waar ben ik? Het is zo donker. Ik ben blind geworden. Help. Owie. Rustig maar. Doe dat masker af. Oh, ik kan weer zien. Hallo Elsa. Ga terug naar de tribune. Het is tijd om klanten te helpen. Kom binnen. Lege glittertube. Breek het door het midden. Oeps, ballen gemorst. Een robotstofzuiger ruimt op. Voeg kleuren toe. Laag na laag. We hebben enkel labels nodig. Regenboogvitamines zullen helpen om je energie te herstellen en je humeur te verbeteren. Geschrokken rende Rapunzel met haar huisdier de kliniek in. Elsa! Help, Pascal is gestopt met van kleur te veranderen. Hallo, dat is een ingewikkeld geval. Dat is niet erg, we kunnen het oplossen. Je moet je ontspannen. Alsjeblieft, neem een komkommermasker. Dat is veel beter. Laten we eens naar de patiënt kijken. Ik moet een röntgenfoto maken. Een vergrootglas is niet genoeg. Laat eens kijken. Alles is helder. Hij heeft geen kleur meer. Olaf, geef ons die regenboogvitamine. Zodra de chameleon wat regenboogpillen nam, kreeg hij zijn kleur terug. Yes, het werkte. Wauw, zo helder. Pascal is gezond. Neem vitamine. Het zal je helpen om kleurrijk te blijven. Neem boetseerklei. Meng verschillende kleuren. Maak een bal. Vorm het gezicht. Wauw, de ogen zijn zo helder. We hebben wat pompons. Kies de mooiste uit voor het lijfje. Een regenboogvleermuis. Kijk eens aan. We hebben vleugels gemaakt van vilt. Nu moeten we ze versterken. Ja, ik kan vliegen. Ze gaat de wereld verkennen. Ik had naar het weerbericht moeten kijken. Het is zo zonnig en warm. Ah, onze vampier veranderde in een vleermuis. Mavis vloog door de lucht. Toen ze plotseling tegen een rare regenboogwolk botste. Ah, oever ben ik tegenaan gebotst. Ze veranderde van kleur. Oh, wat was dat rare gevoel. Ik zou naar een ziekenhuis moeten gaan. Neem glazen buizen. Roze elixir, oranje, groen. Vul de flessen. De drankjes druipen in de flessenhals. Doe de medicijnen op de spoelen. Verbind de buisjes met elkaar met een draad. Je kan elke medicijn in het lab maken. Nou, het lijkt erop dat het hier is. Mavis zat te wachten op een dokter. Ah, je ziet er anders uit. Oh. Mijn collega zal je helpen. Olaf, kijk eens naar de patiënt. Nou, het is ernstig, maar te genezen. Ik weet wat kan helpen. De sneeuwman bracht een magische destilleerder. Ben je klaar? Laten we beginnen. Kokers met elixir verschenen uit rook. Drink dit witte drankje op. Oeps, de vleermuis veranderde in een sneeuwpop. Oh, wat is er mis met mij? Maak je geen zorgen, het is maar een neveneffect. Drink het zwarte drankje. Hier, je bent weer normaal.
Yes, ik ben weer mezelf. Maar ik vond het wel leuk om regenboog te zijn. Oh, echt? We kunnen het altijd terugbrengen. Wauw, cool. Ik kom wel terug als ik mijn look wil veranderen. Bye bye. Verkreukel een vel aluminiumfolie. Voeg tandenstokers toe. Bedek het stuk. En hup, ogen verschenen onder de hoed. Cutie Flounder keek naar de wereld. De vis heeft leuke kleuren. Verf de stekels blauw. Potje, laten we erin duiken. Ariel verzamelt menselijke dingen. Kijk naar haar verzameling. Wow. Hier is ze. Ze borstelt haar haar met een vork. Ariel, ik heb een probleem. Ik was me net aan het zwemmen en ik bemoeide me met mijn eigen zaken. Toen plotseling een kogelvis me pikte. Oh, dat gebeurt. Maak je geen zorgen. Kom hier. Auw, dat ziet er slecht uit. Ik zou een injectie moeten geven. Ik kan nog ergens een spuit liggen. Een spuit? Oh, nee. De bange vis verstopte zich voor de naald. Oh, Botje, kom tevoorschijn. Het doet helemaal geen pijn. Waar ben je? Goed, rustig maar. Geen injecties. Adem dieper in. Hallo? Dierenkliniek? Kun je een afspraak maken? Er zitten lekkere koekjes in de container. Nam, nam, nam. We gaan de doos nodig hebben. Maak een rietje vast. Bedek de bodem met zeegras. Voeg koralen toe. Kralen zijn een goed idee. Versier de zijkanten met laffertjes. Vul de jacuzzi met water. De lucht gaat door een rietje. De jacuzzi heeft zowel stikstoftherapie als ontspanning aan de patiënten. Hou vol, vriend. Alles komt goed. Nou, waar is onze patiënt? We gaan hem vervoeren op een brancard. Oh, wat gaat er gebeuren? We hebben nog nooit een vis behandeld. Oh. Wat gaan we doen? Lieverds, je bent echt gestrest. Een aquarium jacuzzi zal je helpen ontspannen. Elsa zet Botje in het water. De bubbels zijn zo lekker. Het voelt goed. Hij herstelde. Yes! Ik voel me veel beter. Weer een gezonde patiënt maakt de kliniek blij. Wauw. Er zitten spiezen in de mand. Installeer ze in de hoeken. Versieren met roesjes. De hond is van kleur veranderd. De witte vacht is bedekt met vlekken. Nu hebben we schattige Dalmatiërs. Hondentherapie is echt geweldig. Hallo dokter, mijn Kwami heeft al zijn vlekken verloren. Hij kan helemaal niet vliegen. Eens kijken. Nou, het komt allemaal door de stress. Het kan verholpen worden met Dalmatiërtherapie. Waar is hij? Ben ik de hond kwijt? Oh, ik heb hem gevonden. Tikkie, ga zitten bij onze vlekkerige vrienden. Honden hebben Tikkie gedekt. Wow, de Kwami heeft weer vlekken. Geweldig resultaat. Tikkie, kom hier. Je bent gezond. Bedankt, dokter. Hi. Interessante methode. Ik moet het zelf eens proberen. Olaf omringde zich met Dalmatiërs. Nu zie je een vlekkerige sneeuwman. Verbazingwekkend. Wow. Maak een pelsborstel. Een hond drukte de poot uit. Bedek de poot met vilt. Zet de tanden vast. Versier de pelsborstel met een pootafdruk. Er zit een pluizige pompom aan het einde van het handvat. Zeg maar dag tegen extra vacht. Nou, wie is de volgende? Oh nee, wat scheelt er? Ik ben aan het vervellen. Word ik kaal? Oh. Volg mij. We moeten een controle doen. Doet het pijn? Helemaal niet. Alles is helder. Haar verliezen is geen reden om je zorgen te maken. Kunnen we het herstellen? Natuurlijk, we moeten goed borstelen. Elsa nam de borstel. Oh, er is zoveel vacht. Daar was ik nog niet klaar voor. Alles is in orde. Het groeit wel terug in de winter. Wat als het niet zo is?
Oh, er ligt zoveel bont op de vloer. Mee, ik weet hoe ik je kan opvrolijken. Wat ben je van plan? Hmm. Dat zal je snel zien. Olaf heeft een stukje bont bij zich. Een schepper aan het werk. Leg dat op een spons. Vorm een hoofd. Panda kreeg een lichaam en pootjes. Poeh! Bang? Ik bracht je ogen. Voeg een neus toe. Wat een schatje. Elsa kalmeerde de panda op de bank. Meisjes, ik ben teruggekomen en ik heb iemand meegebracht. Wauw, is dat een mini-mei? Mee houdt ervan. Joy bracht haar vorige blik terug. We zijn blij dat je je beter voelt. Panda is geweldig. Olaf, je bent een genie. Er is een mini-doosje in de container. Verf het van binnenuit. Teken een symbool van het Rode Kruis op het deksel. Vul een bakje met lichte klei. Lekker ijsje met ijsblokjes. Bestrooi de snack met glitters. Eerste hulp voor zoete kauwen. Achoo! Oh, ben je verkouden geworden? Achoo! Het arme ding niest met vlammen. Hij heeft zelfs de stoel in de brand gestoken. Ah, brand! Olaf, kom eens hier. Ik maak het uit. De sneeuwman heeft het afgehandeld. Bedankt, maatje. Arm ding, we moeten je temperatuur opnemen. Eens kijken. Je staat in brand. Maar maak je geen zorgen. Ik heb het beste medicijn. Elsa gaf hem wat ijs. De baby voelde zich beter. Werkt elke keer.